Een groep wijkbewoners, wethouder Dogmans, vrijwilligers en een groen expert waren afgelopen zaterdag aanwezig voor het struikroven in een tuin aan de Diepenbroek in Helmond. Hierachter staat een pand wat gesloopt gaat worden. Omdat hier de wijk van de toekomst gebouwd gaat worden in BSD. Stichting Stadslandbouw Brandenvoort wil dus in deze wijk een hele mooie stadsboerderij. Of dat het helemaal wordt in ieder geval een heel mooi centrum, een ontmoetingscentrum bouwen. Waar ook circulariteit, maar ook duurzaamheid, natuurbeleving centraal staat. En het ziet er naar uit dat het misschien wel gaat lukken. Dat zou echt heel gaaf zijn. En dit is ook wel een beetje zo'n aftrap van de stichting in eigenlijk dit gebied. Dat is superleuk, want zij hoorden dus ook dat dit pand gesloopt werd. En zeiden, hey, volgens mij is dat daar een mooie tuin. Daar moeten we wat mee. Dus zo zijn eigenlijk de krachten een beetje gebundeld. Dus zeker ook in samenwerking van Stichting Stadslandbouw Brandenvoort, die vandaag ook met vrijwilligers ook hier actief zijn. Ik ben gevraagd als groenexpert om mensen te helpen met het kiezen van de beplanting die ze zelf zouden willen hebben. Dus om te vertellen wat het is bijvoorbeeld en waar de planten het beste staan en hoe ze verzorgd moeten worden, dat soort dingen. Staan er veel bijzondere planten tussen? Ja, die heb ik wel gezien, een aantal. Ook wel algemene planten, van alles. Dat is echt wel een mooie tuin trouwens. Ja. Volgens mij hebben we een hele hoop te doen met elkaar, want ik zie heel veel groen en heel veel wat nog gered of geroofd kan en moet worden. Dus nogmaals heel erg dankjewel dat jullie hier zijn. We maken er een mooie ochtend, middag van en heel veel succes met struikroven en de stadslandbouw. En ja, ik zou zeggen, ga gewoon op avontuur, want het is een gegarandeerd leuke dag zo met dit weer. Ik kan ze informatie geven over de beplanting zelf. Dus waar ze het liefst staan, hoe ze groeien, wat ze nodig hebben. Maar ook hoe ze kunnen gecombineerd worden met andere planten en eigenlijk al dat soort dingen. Onze missie is echt dat er in heel Nederland moet worden gestruikroofd voordat de sloper komt.